Daar gaat ie. 1, 2, 3 in godsnaam. En hij doet het. Hi, ik ben Thomas de Smit van Rederij Het Smitje te Amsterdam. En ik vind dit een verdomd mooie motor. Zitter van Nispen, wat heeft u voor motor? Dat is met haast een rare vraag met zo'n t-shirt aan en zo'n pet op. Wij hebben een driecilinder industrie in de boot. En wat is het vermogen? Het is een 3VD6. Dat zijn drie cilinders. Het vermogen is 120 pk, oftewel 40 pk per kop. En het aantal omwentelingen per minuut? Stationair maakt de motor 75 toeren. En vol gas komen we nou tegen de 300 toeren. Hoe oud is de motor? De motor is van 1950. Toen is hij gebouwd in Alphen aan de Rijn door Boot. En gemaakt voor gemaal De Gouwe in Boskoop. En wanneer is hij in deze boot gekomen? Hij is in deze boot gekomen in 1963. Dus van 50 tot 63 heeft hij dienst gedaan in gemaal De Gouwe in Boskoop. En in 1963 is hij een heel klein beetje omgebouwd, met name het vliegwiel. Van een enorm vliegwiel naar een veel dikker, kleiner vliegwiel is hij in de Adriana terechtgekomen. En de Adriana, wat kunt u daarover vertellen? De Adriana is een stoomsleeboot geweest altijd, als stoomsleeboot gebouwd in 1911. Heette toen De Zaan en heeft ook altijd eigenlijk gevaren rond dit Amsterdamse, Zaandamse gebied. Vanuit die tijd is hij stoomboot geweest tot aan 1948. In 1948 heeft hij veel eigenaren gehad in die periode. Heeft hij op veel plekken gevaren, maar is de stoommachine eruit gegaan. Dat was trouwens een driecilinder compound stoommachine. En die is eruit gegaan en daar is toen een Buurmeister en Wayne Alpha voor in de plaats gekomen. Die heeft erin gestaan tot in 1961. In 1961 is er een Busing motor ingekomen. En uiteindelijk in 1963 is deze prachtige industrie erin gekomen. Ik heb hier drie kannetjes olie staan, drie verschillende. Eén is met schone olie, één is met afgewerkte olie en eentje is met een menging 20% afgewerkt en 80% dieselolie. Dus de gemengde olie, afgewerkte olie 20% en 80% dieselolie. Is voor het smeren van de kleppen en ik gebruik die menging omdat daar die oude olie in zit en die heeft een hoog koolstofgehalte. En dat is goed voor het tegengaan van vastzitten van de kleppen. Ik ga nu met ook weer oude olie ga ik de aandrijving zeg maar, van het smeerapparaat smeren. Die wordt aangedreven door het excentriek wat hier zit en daarmee wordt ook de cilinder alvast voorgesmeerd en ook het excentriek wordt voorgesmeerd. Normaal doet de motor deze beweging, maar nou doen we het altijd even met de hand om te zorgen dat alles ook goed olie heeft voordat we echt gaan starten. Nou, en nog iets wat veel olie altijd nodig heeft is het voorpompen van de lagers. En dat pompen we als het ware karterdruk voor. En er zit daar een meter, daar kijk ik op. En zodra ik zie dat die meter begint aan te wijzen,
dan hebben de lagers voldoende druk. En dat is nu. En dan gaat de kraan weer dicht. Nou, wat we dan smeren is zeg maar alle armen en benen, de aandrijving van het gas geven. Dus de brandstofpompenaandrijving, die zit hier verderop, maar dit is in ieder geval om te zorgen dat alles soepel loopt. Dit is het derde kannetje olie en dit is schone olie, wel ongedoopt. En die gebruik ik voor het smeren van de kleplevers, van de stoterstangen van de kleppen, voor de bediening van de brandstofpompen, voor de nokkenassmering onder de brandstofpompen. Dus al die zaken die schone olie nodig hebben, worden met schone olie gesmeerd. Ik ga nu met die schone olie de bovenkanten van de stoterstangen van de klepvingers smeren. En ik draai aan die stoterstangen om te voelen of die echt helemaal mooi soepel loopt en vrij is. Zowel van de inlaatkant klep als van de uitlaatklep. Nou, daarna ga ik een etage lager. Dit zijn de aanzetten voor de lucht. Dus de luchtaanzet die moet altijd gesmeerd worden. En de stoterstang van de luchtaanzet loopt door bronzen bussen. En ook die wordt boven en onder gesmeerd. Nou, en daarna gaan we aan de brandstofpomp. De bedieningshendels die heen en weer gaan, die worden even gesmeerd of ze goed in de brandstofpomp gesmeerd. De brandstofpomp zelf aan de achterkant heeft ook een smeerpunt. En dan de aandrijving van de brandstofpomp vanuit de nokkenas moet ook gesmeerd worden. En dan is de brandstofpomp ook weer klaar. Nou, en dan de volgende, hetzelfde riedeltje. Stoterstangen van de kleppen. Lekker soepel laten lopen. Dan de luchtaanzet. De brandstofbus. De volgende brandstofbus. De bediening van de brandstofpomp. De aanzet van de brandstofpomp en de nokkenas aanzet voor de brandstofpomp. En de derde. Nou, het is allemaal hetzelfde. Ook weer lekker soepel en lekker smeren. De luchtaanzet, bussen. De brandstofpompen aan twee kanten. En de brandstofpomp zelf en de nokkenas. Dat is hem. Nou, dan moeten we zo meteen gaan tornen aan het vliegwiel. En daarvoor moeten de kleplichters opengezet worden. Die lichten de uitlaatklep, anders zou je nooit kunnen draaien, want dan heb je te veel compressie. Nou, dat is er ook weer 1, 2, 3 maal. Nu zijn de 3 kleppen open en kan ik dus zonder compressie aan het vliegwiel draaien. Nou, om te tornen, om hem op tijd te zetten voor het starten, want dat is heel belangrijk, halen we eerst het veiligheidshekje even weg. En dan pakken we het tornijzer, een groot stuk staal, gaat in het vliegwiel en dan beginnen we te draaien. En dan draai ik eigenlijk altijd minimaal 2 slagen rond om zeker te weten dat er geen water op de zuigers ligt. Want dat zou heel slecht zijn, want dan wil die niet lopen. En als je goed luistert, dat doe ik altijd, dan hoor je de stuivers kraken. En dat kraken is dat de brandstof onder druk wordt ingespoten in de cilinder. En als je dat hoort, nou dan weet je, daar was er weer een, dan weet je eigenlijk zeker dat het goed komt. Nou, dan gaan we kijken wanneer staat hij op zijn pijl. Op zijn startpunt en daar staat hij nu. Gaat de pook weer weg. Gaat het hek er weer voor. En nooit vergeten, de kleplichters weer dicht. That's it. Ik ben een klein mannetje, dus ik moet er altijd bovenop klimmen voor het smeren van de klepvingers. De klepvinger, zowel van de uitlaatklep als van de inlaatklep, hebben smeerpotjes. En die krijgen ook weer schone olie om te zorgen dat ze goed geleid worden. Dus ieder potje spuiten we wat in en ieder geleide ringetje spuiten we ook wat in. Beter een druppeltje te veel olie dan dat hij niet glijdt. Nou, dat doen we dus de tweede. En hoppa, hoppa. En dan de derde. Ga ik bij zitten.
kind kan de was doen als je weet waar alle 48 punten zitten. Hoppa, en dat is hem weer. Nou, en wat we vlak voor het starten natuurlijk niet moeten vergeten, de luchtketels, moet de slagkraan open. En dan kunnen we starten. Nou, doe je best motor. Daar gaat ie. 1, 2, 3 in godsnaam. En hij doet het. Wanneer heeft u de Adriana gekocht? Wij hebben de Adriana gekocht in 1984, oftewel 37 jaar geleden. Dus wij varen al 37 jaar met deze boot. En leuk om te vermelden is dat wij degene zijn die de boot het langst in zijn bezit heeft. Want alle voorgangers in de bedrijfsmatige tijd hebben de boot korter gehad dan dat wij die hebben. We hebben hem gekocht omdat wij voeren altijd op een voormalig vrachtscheepje waar we op woonden. En we wilden toch wat meer, wat steviger varen, wat verder weg kunnen. En dus hebben wij in die jaren meerdere malen Frankrijk aangedaan. We hebben een hele reis gemaakt over de Moezel, de Rijn tot in Luxemburg. En aan de andere kant de Duitse Waddeneilanden bezocht. Dus alles wat er zo'n beetje rond de 1500 kilometer buiten Amsterdam te vinden is, hebben wij met onze kinderen altijd, en ik met mijn vrouw, van deze boot genoten. Leuk misschien nog om te vertellen is dat ik door al die bemoeienissen met boten heel erg enthousiast ben geworden rond varend erfgoed. En ik in mijn werktijd daar niet heel veel energie in kon steken. Maar sinds ik gepensioneerd ben, ben ik ook bestuurslid van de Federatie Varend Erfgoed Nederland geworden. Omdat het ontzettend belangrijk is dat al dat prachtigs wat wij in Nederland hebben, dat dat behouden blijft. En uiteindelijk heeft Nederland de grootste collectie varend erfgoed ter wereld. En daar moet van alles aan gebeuren om dat goed bij elkaar te houden en ook de belangen te behartigen. En daar ben ik een van de dagelijks bestuursleden op dit moment bij de federatie. Schudt de hele boot van het vliegwiel wat nog een beetje nawiegt. En dan moet je hem nog niet te snel loslaten, want voordat je het weet loopt hij weer. Nou is hij klaar. Ach, kind kan de was doen als je weet waar alle 48 punten zitten.